Weekoverzicht van 27 tot en met 31 januari. Een groot gedeelte van de 1001 kastanjebomen die Hilversum tot voor kort rijk was, wordt de komende jaren gekapt. Meer dan de helft van de kastanjes is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bomen die licht aangetast zijn, kunnen nog enige tijd blijven staan. Maar de ernstig aangetaste bomen zullen gerooid worden en vervolgens worden vervangen door andere bomen. De gemeente wil hiervoor 3 tot 4 ton uittrekken. Naar verwachting is over 10 jaar een flink deel van de kastanjes gekapt. Hilversum Alive gaat dit jaar waarschijnlijk weer niet door. Ook in afgeslankte vorm, zoals vorig jaar Hilversum leeft, zit er niet in. Dit zegt de voorzitter van het bestuur, Teus Kroon. Evenals vorig jaar is er te weinig geld. Een laatste verzoek aan de gemeente om naast het verkrijgen van de juiste vergunningen ook 15.000 euro te subsidiëren, heeft voorlopig niets opgeleverd. Kroon wil nog wel een keer graag in gesprek gaan met wethouder Jan Rensen voor een, zoals hij zelf zegt, ultieme poging. Wethouder Rensen wil best nog een keer met het Alive-bestuur praten, maar een subsidie zit er echt niet in. Op woensdag 29 januari stopte de boekstartcaravaan in de bibliotheek Hilversum. In Hilversum is de boekstartcaravaan bedoeld voor ouders en kinderen van 2 tot 4 jaar. Er waren 250 ouders en kinderen aanwezig van de kinderopvangorganisaties Bink en Versa. Nou, eigenlijk is de boekstartcaravaan een rondtrekkend boekencircus. En het heeft alles te maken met het feit dat Boekstart is een heel groot landelijk leesbevorderingsproject voor baby's en voor peuters. Dat bestaat nu 5 jaar, dus dat willen ze een beetje feestelijk maken voor het land. En die Boekstartcaravaan trekt dus rond van plaats naar plaats. En Hilversum heeft het ook als cadeautje gekregen. Voorlezen aan kleine kinderen, daarmee leg je eigenlijk een patroon en een gewoonte voor je latere leven. En het blijkt, het onderzoek, dat als kinderen veel lezen, als ze een kwartier per dag lezen, of meer natuurlijk, dat ze en gelukkiger worden en het veel beter doen op school dan kinderen die dat niet doen. Ja, ik heb vandaag opgetreden voor Boekstart. Dat is een organisatie die promoot om het leesonderwijs bij jonge kinderen te bevorderen. Ze hebben een boekstartkoffertje wat je krijgt bij de bibliotheek als je je aanmeldt als kind. En ze hebben mij gevraagd om een cd met babyliedjes te maken. En dat vond ik natuurlijk wel helemaal bijzonder, want ik heb inmiddels al bijna 15 cd's gemaakt voor peuters en kleuters, maar nog geen baby cd. Dus ik dacht, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat te doen. Het heet ook Huggy Duggy Buggy. En over het zwingen in je buggy. We zijn natuurlijk ook heel blij dat de wethouder van onderwijs er vanochtend bij was. En dat hij zo leuk de ochtend heeft geopend. Een bloem en een bij. De kip legt een ei. Een schaap in de wei. En kijk, dit ben jij. Heb je dit herkend? Dikkie Dik. Dikkie Dik op de boerderij. Hartstikke goed. De bibliotheek is natuurlijk al jaren bezig met leesbevordering en het lezen bevorderen en het plezier in lezen. Maar we werken steeds meer samen met andere instellingen en de gemeente is natuurlijk een hele belangrijke samenwerkingspartner. Zij ondersteunen ook ons beleid en onze activiteiten, ze zijn er vaak bij. Maar we doen ook samen met de gemeente bijvoorbeeld een heel groot project voor het basisonderwijs, een vervolg op Boekstart. En dat financieren zij, zodat scholen in Hilversum veel meer geld hebben om leuke boeken te kopen en om activiteiten te organiseren. Dus de gemeente is voor ons een heel belangrijke partner en het is natuurlijk helemaal prettig als je een goede wethouder erbij hebt die heel betrokken en enthousiast is. Ik vind het heel erg leuk om liedjes te maken voor jonge kinderen, want ze zijn lekker enthousiast en onbevangen en ze reageren heel direct. Weet je, je merkt eigenlijk na een minuut al of ze het leuk vinden of niet. En als ze het saai vinden, dan haken ze af. Weet je wel? Dus het is heel direct, dus je merkt het gelijk. En het enthousiasme, en dus helemaal top, ja. Alessandro Verdriessen en Rafael Spier uit Vijfhaven van het Albert Einstein College hebben voor hun profielwerkstuk een drone gebouwd. Wij spraken eerst met Tienke de Vries. Zij begeleidde de jongens tijdens het proces en legt uit wat het profielwerkstuk inhoudt.
Een profielwerkstuk is eigenlijk een heel groot onderzoek dat leerlingen zelf bedenken en dan opzetten en dan uitvoeren. En wat, dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja, bedenken, dat is eigenlijk onderwerp bedenken. Dus wat gaan we doen? Ja, ze hebben bedacht, we gaan een drone zelf bouwen en dan kijken wat daar efficiënt aan is. En vervolgens hebben ze het helemaal opgezet. Ja, wat moet je, welke onderdelen heb je nodig? Waar halen we die vandaan? Ja, en dan uitvoering van het onderzoek hebben ze met meerdere propellers gemeten welke het efficiëntst is. Nou, daar hoort dan nog een stukje verslaglegging bij. Maar het grote idee is dat je echt een onderzoek doet dat van jezelf is, waarbij je zelf alles doet eigenlijk. Via internet hebben wij inderdaad mensen gemaild van over de hele wereld. Die hebben ons vooral hulp gegeven met het uitzoeken van de onderdelen. En ja, zo gezegd, zo gedaan zijn we onderdelen gaan bestellen. En het is uiteindelijk goed gelukt. Vanaf augustus bezig. Tenminste, toen hebben we de onderdelen besteld. Aan eind augustus kwamen ze binnen. En halverwege, of wanneer was het? Eind september, denk ik, oktober. Ja, toen hebben we het tweede keer moeten bestellen, want toen waren wat onderdelen kapot gegaan. En toen hebben we het eind de kerstvakantie, begin januari, hebben we het helemaal afgekregen. Het vliegt heel stabiel. We kunnen zelfs met tikjes eronder aangeven en dan dat hij zichzelf helemaal uitbalanceert. Dus het vliegt eigenlijk gewoon precies zoals je zou willen. Wij zijn dus met ons profielwerkstuk bezig geweest om de efficiëntie te testen. En dat hebben we gedaan met deze chip en deze chip, of computer. Deze chip die meet constant de stroom van de accu naar het hele systeem toe. En omdat de motoren gebruiken stroom, dus dat meet deze chip. Die geeft het door aan deze computer. En deze computer die slaat het weer op een SD-kaartje. En door het SD-kaartje kunnen wij het op de computer aflezen in een grafiek. Dit is de hoofdcomputer. Deze regelt alle stabiliteit en wat die van de afstandsbediening doorkrijgt. En dan is hier nog een GPS. En er zitten nog in een barometer en een magnetometer. En dat is dan voor hoogte bijhouden en het bijhouden van zijn horizon of zijn positie naar noord, oost, zuid en west. Dus om de coördinatie inderdaad goed te houden. Er zit verder nog een cameraatje op. Dit cameraatje geeft zijn signalen door aan deze zender. En die ontvangen wij dan weer met een beeldscherm, zodat we live de video van de drone kunnen afzien. Met veel vallen opstaan hebben wij dit proces doorgemaakt. We hadden bijvoorbeeld ook een keer dat de propellers hadden we verkeerd om aangesloten. Want met ons vorige systeem was het dat dit motor 1 was, dit 2, dit 3 en dit 4. En met dit nieuwe systeem is het dat dit motor 1 is en dit motor 2, dit motor 3 en dit motor 4. Dus als hij dan zichzelf gaat proberen uit te balanceren, dan op het moment dat jij gas geeft, dan flipt hij zeg maar om. Dus het was op een gegeven moment wel even eng. Dan stond ik in de woonkamer met mijn hand op de drone om hem naar beneden te houden. Zijn we dus overkomen en het bleek dus echt gewoon een hele domme fout te zijn. Maar zo zijn er echt veel meer dingetjes geweest die echt, ja, bijna alle propellers hebben wel een keer een crash gehad. En er zijn echt wel wat onderdelen vaak kapot gegaan. Maar ja, dat hoort erbij, vallen opstaan. En, het is uiteindelijk gelukt, hij vliegt nu. Dus dat is heel mooi en we hebben ons profielwerkstuk mooi afgerond. Dus zeker een geslaagd project. Ja, ik wil persoonlijk hiermee verder gaan, als dat zou kunnen. Het is niet helemaal via HBO, maar wel iets in die richting in ieder geval. Ja, voor mij blijft het echt puur een hobby en ik zie later zelf iets in de architectuur. Donderdag 30 januari was er in Bibliotheek Hilversum een symposium over laaggeletterdheid. Door middel van een presentatie werd laten zien wat laaggeletterdheid nu eigenlijk inhoudt en hoe vaak het voorkomt. Zoals jullie ongetwijfeld weten is het de laatste tijd ook nogal behoorlijk vaak in het nieuws geweest. Daar wordt bijvoorbeeld gememoreerd dat ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar grote moeite hebben met lezen en schrijven. Ik ga jullie straks een aantal vragen stellen en dan gaan we kijken of we ons allemaal bewust zijn van hoe moeilijk taal eigenlijk is. Ook spraken wij met Hanke Gonheid van Stichting ABC Noord-Holland. 1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen of schrijven en of rekenen.
Bij laaggeletterdheid kan je denken aan veel problemen waar de mensen tegenaan lopen. Dat kan zijn dat mensen niet goed kunnen lezen voor het werk, maar ook niet goed kunnen lezen voor het dagelijks leven. Waardoor ze niet goed de regie kunnen hebben over hun eigen bestaan. Laaggeletterdheid heeft ook zijn gevolgen voor de opvoeding van kinderen. Mensen hebben niet de mogelijkheid om hun kinderen voor te lezen. We zijn hier in de bibliotheek. Heel belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd voorgelezen worden. Dat vergroot hun woordenschat. Maar ook als men laaggeletterd is en heeft men moeite met het vinden van werk. Of men heeft moeite om verdere opleidingen te volgen om zichzelf op een hoger niveau te brengen op het werk. Waarom wordt dit symposium in de Hilversumse bibliotheek gehouden? Dat heeft een aanloop gehad. We hebben als bibliotheek ook deelgenomen aan het armoedeplatform. Daar kwam het onderwerp een keer aan de orde. Daar hebben we onze inbreng gehad over wat de cijfers en de feiten in Hilversum zijn. Daarnaast kwam het stichting ABC, dat is een stichting die voor laaggeletterde de belangen behartigt, bij ons ook binnen van kunnen jullie als bibliotheek hier ook iets mee doen, hier aan meewerken, iets voor de laaggeletterde betekenen. Dus dat is de aanloop geweest en toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van nou, dan gaan wij proberen om de mensen bij elkaar te krijgen die ermee te maken hebben, die op vanuit hun werk bijvoorbeeld, een maatschappelijk werker of iemand die als vrijwilliger ergens in huis komt. En mensen die beleid maken om die iets bij elkaar te zetten en te kijken of die samen de handen in één kunnen slaan om tot iets te komen dat er ook hier in de regio opleiding is voor mensen die laaggeletterd zijn. Als je de basisvaardigheden lezen, schrijven en of rekenen onvoldoende beheerst, trouwens ook de digitale vaardigheden spelen hierbij een grote rol, dan sta je eigenlijk aan de zijlijn in de maatschappij. Natuurlijk, de mensen schamen zich vaak heel erg voor hun laaggeletterdheid en zullen altijd uitvluchten zoeken om niet te hoeven schrijven. En ook het lezen levert veel problemen. Gisteren hebben we hier nog een hele dag gehad over boekstart. Dat begint dus al bij de baby's, dat we beginnen met taalbevordering. Hè. Er is Voorlezen Express, waarbij in gezinnen wordt voorgelezen waar taalachterstand is. Nou ja, dat ligt dus helemaal in het verlengde dat je ook voor de volwassenen dat wil doen. En als bibliotheek hebben we daar ook middelen voor. We hebben een anders lezenpunt. Daar kun je boeken lezen die makkelijk te lezen zijn, niet te lange zinnen, duidelijke bladspiegel. Er ligt ook een startkrant. Er staat een computer waar je op kunt oefenen. Dus in die zin hebben we als bibliotheek een hoop te bieden. Het is bijna 1 februari en wie kom ik tegen? Jawel, onze grote man van vorig jaar. U gaat dit jaar weer de City Run lopen? Ja, dat hoop ik. Ja. Ik ben me dan op het voorbereiden. Dus ik hoop dat ik dan tegen die tijd klaar ben om weer een mooie tijd te lopen. Heeft u uw startnummer nog? Nog niet, nee. Nee, nou, maar u wel ingeschreven? Ja, ja. Ja, want ik zie dat we nu alweer kunnen inschrijven op Spieren voor Spieren City Run. Ja. Zondag 6 april gaat die plaatsvinden. Jong en oud. Hoe belangrijk jong en oud? Nou, voor alle leeftijden. Hè. Dus jong beginnen, rustig aan beginnen, maar dan lekker trainen en meer snelheid opdoen. Onder leiding van goede trainers. Dat is het mooiste. Dus wij gaan voor de City Run. 6 april. Het regent weer wanneer ik het dierenasiel bezoek. En daarom ga ik naar het kattenhuis. Daar aangekomen hoor ik dat Trevor geplaatst is. Trevor is die leuke 7-jarige poes waarvan de achterpootjes waggelen als een gans. Nu bezoek ik Abu. Abu is een Europese korthaar. Hij is 12 jaar oud, is een binnen- en buitenkat en we zoeken een rustig baasje. Abu kan goed met vreemden omgaan, maar niet zo goed met kinderen en andere katten. Hij kan goed alleen zijn. Hij wil graag binnen zijn,
Maar let op, hij wil ook naar buiten toe kunnen. Een kattenluik is niet verplicht, maar wel handig. Abu kan, zoals je ziet, lekker lui zijn. Maar is ook speels. En een lekkere knuffel op zijn tijd, daar houdt hij wel van. Heeft u nog een plekje thuis met uitgaansmogelijkheden? Dan is Abu uw kat en haal hem op bij Dierenasiel Kraaijland.